het verhaal van Mark. Bewustzijn word je niet, bewustzijn ben je. Al vanaf je geboorte maak je een bewuste keuze van jouw manier van leven en heb je eigenlijk je pad al gekozen. Echter word je hier bij diezelfde geboorte ook weer onbewust van gemaakt. En dan begint je avontuur op aarde. En zo gebeuren er dingen in je leven die je gaandeweg verder doen vormen. Maar wanneer je hooggevoelig bent, komt er vanzelf een moment dat ook weer dat hoge bewustzijn terugkomt. Bij de een zeer vroeg, bij de ander wat later en bij weer een ander helemaal niet. Althans niet in zijn of haar huidige vorm zijnde op deze aarde. Jarenlang heb ik mensen de andere kant van het leven proberen te laten zien. Een zogenaamde klokkenluider. En dat er meer is dan je in eerste instantie wordt aangeleerd. Ook dat er een donkere kant is. Maar hé, zonder donker geen licht, zonder kwaad geen goed, zonder vrouw geen man en ga zo maar even door. Toch heeft juist die donkere kant mij geholpen. Het geeft je het inzicht van hoe jij het niet wilt. En dus zal je het zelf moeten veranderen. Ik ben ermee gestopt proberen de wereld te redden. In die zin om de medemens wakker proberen te schudden. Nogmaals, wakker en dus bewust zijn, ben je of ben je niet. En je eigen energie en kracht die je zo hard nodig hebt om je eigen leven zo te creëren dat het voor jezelf wel aangenaam hebt, is zonde om te verliezen aan het kwaad. En dus richt ik me meer op het goede en heb ik uiteindelijk samen met mijn gezin besloten het zelf anders te doen. Een betere wereld begint immers nog altijd bij jezelf. Wel probeer ik mijn medemens nog altijd te laten zien dat het anders kan. En dat het mooie van het leven in kleine dingen zit. En je je niet van de wijs moet laten maken door alle valse berichten en negativiteit die wordt verspreid. Dit doe ik aan de hand van de video's die ik maak over onze nieuwe manier van leven. En zo proberen we de medemens plezier en positiviteit te brengen. Samen met mijn gezin hebben we ons leven namelijk volledig omgegooid en zijn sinds eind april 2022 in onze camper gaan wonen om een vrijer leven aan te gaan. Velen zeiden ons, wat gaan jullie een mooi avontuur aan? En natuurlijk is het een avontuur. Toch zien wij het meer als gewoon je leven anders indelen. Meer uit het leven halen. Natuurlijk was er ook tegengeluid. En dat mag. Maar voor ons was het duidelijk. Wij zijn toe aan verandering en een volgende fase in ons leven. En we gaan ervoor. Dus het volledige proces ondergaan. Uitschrijven uit Nederland. Kinderen van school. Verzekeringen en overige zaken regelen. Huis en banen opgezegd. En gaan. De leeuwen en beren die men vaak van tevoren ziet, die zijn er in een rijtjeshuis, een kasteel en ja, ook in een camper. Het is maar hoe je er zelf mee omgaat. Ben je bang voor ze? Of omarm je ze? Ga je ze aan? En dan blijkt het allemaal best wel mee te vallen. We zijn nu ruim een jaar verder en het voelt nog altijd als de beste keuze ooit. Dit nomadenbestaan bevalt ons heel goed. Voor onze jongens hanteren we momenteel een zogenaamd unschooling systeem. Ze leren van de wereld en het leven zelf. Geen school, geen klaslokaal, geen leerkracht. Bij natuurlijk leren is het leven zelf de leerschool. En wat heeft het ons als gezin tot nu toe gebracht? In ieder geval een hoop wijsheden extra. Is het altijd roze geur en maneschijn? Nee, zeker niet. Maar als je leert iedere dag opnieuw te genieten en te nemen zoals het komt, dan is reizen op zich een cadeau in de reis van het leven zelf. Klinkt het allemaal niet wat doelloos zo? Waarom zou je een doel moeten hebben in het leven? Misschien heeft het leven zelf wel een doel voor jou, als je het maar wilt en kunt zien. We hebben immers twee ogen om mee te kijken en een derde om mee te zien.